wat maakt nou dat jongeren, ondanks dat ze zich vaak zorgen maken over klimaatverandering, zich niet altijd gedragen naar die zorgen die ze hebben? Ik ben Sander Thomas, ik ben hoogleraar psychologie. Ik ben de hoofdonderzoeker van het project. Dat betekent dat ik betrokken ben bij alle studies die er gedaan worden. Ik begeleid de onderzoekers, dus de promovendi en de postdoc die op het project werkzaam zijn. Klimaatverandering raakt ons allemaal, maar het raakt ook zeker de huidige generatie jongeren. En dat maakt dat het juist belangrijk is om op deze leeftijd, of bij jongeren in deze leeftijd, dit duurzame gedrag te